Yo. Gasten, we zijn weer weer. We zijn weer op het water. Het is dag 1 van het seizoen. Precies als vorig jaar gaan Tim en ik hier lekker het water op om ontspannen gewoon een potje te vissen. En we gaan een stukje op het meer vissen, een stukje op de rivier. We zien wel wat het wordt. Hij stroomt het lekker. Hij stroomt goed de rivier. En het is fantastisch weer. We zijn lekker laat op de ochtend begonnen en we vissen de avond in. En we gaan zien wat het wordt, jongens. Ik ben benieuwd. Oké, Tim. Gaat ie. 22. De onwennige eerste tikjes. Oeh. Met switch bloemsje. Ja. Wat? Nee joh. Wat de fuck dan? Hahaha. Ik word een kutdag, hè? Eerst loopt hij. Ja, dat is wel slecht. Ik ga een stukje. Ik 3 tikken gewoon. Bonk. Ah, mooie snoekbaars. Oh, mooie vis, hè. We beginnen hem zo, we hem eindigden. Met een dikke snoekbaars. Lekker hoor. Keihard getieboond, hè. Ze zijn wel een stukje sterker in de winter. Voor de mensen die zich afvroegen, de Vision Junior 110 Plus 1 werkt ook in de zomer. Het is 11:30, we hebben de hele ochtend lekker uitgeslapen, rustig aangedaan, niks, geen vroeg gedoe. Maakt niet uit joh, vang eens wel. Ja. Baas, dikke klacht erop jong. Helemaal lekker dit. Zo. Kijk, dat is hem. Dat is mooi, hè? Nou, hij mag weer lekker zwemmen. Nou, zo dus. Hier. Lekkere vis, gek. Oeps. Oh, kijk dan. Akka. Eindelijk. Lekker gehad. Ja, het was een beetje oneerlijk, hè? Ik werd een beetje chagrijnig zo. Ja. Heerlijke vis gehad. Eindelijk. Oh, eerste van het seizoen, super blij mee. Ja, snap ik. Super harde tikker op, jongen. Echt een harde aanbeet. Precies de plek waar jij net ook die vis haakte. Ja. Akka. Lekker hoor. Akka. Ligt op de rivier, jongens. We gaan nu naar een ander plekje, een stukje varen. De rivier stroomt nu echt super mooi. Dat hebben we niet heel vaak in juni. Ik ga 400-500 kuub doorheen, lekker bruin water, hoog water. Super mooie snoekbazen. Ik denk dat ze op diep gaan liggen, we gaan het gewoon even zien. We gaan kijken, kijk, wij gaan daar zien. Dus, daar. Ja, daar. Oké. Ik ben heel benieuwd. Is het worden met mijn nieuwe Stella? Pad gepompt. Ja. Bim! Bim hoor. Eerste, tweede wopie? Ja. Ring, ding, 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 ding.
Kijk eens. Mooie vis hoor. Want het motto mooi roze is niet lelijk. Hoppa. Hij wilde hem ook hebben ook, hè? Nice. Hoi hoor. Ja, lekker man. Blij mee. Ja, mooie vis op de chat. Mooie vis, hoor. Die arm is hard, jongen. Ja. Jeugd, die arm is hard. Ja, precies ook in dat keerstroompje daar, achter die paaltjes. Kijk. Zo doen we dat. Lekker gast. Het moest ook gewoon gebeuren. Je ziet hier zo'n instroom van die paaltjes en precies in de lute van die voorste rij pakte die, jongen. Snoep aan de aanbeest, denk ik een beetje of twee water net even gekeken. Vet hoor, heel vet. Ben eruit. That's my chicken. Ik heb geen grip op mijn vinger. Zo. Super vet jongens. Gaaf, ik ga mijn plontjes teruggooien. Doei. Nog eentje. Ik zei dat je wel gewoon even in kijk of er nog eentje ligt. Beren dat kommetje daar, hè? Onder ons borpje. Wat? Nee, patroontje is dit, hoor. Jongens, Tim heeft wat ontdekt. Hey. Wat een humor, joh. Gewoon nog een borpje daar in dat neringetje. Honk. Dat is lekker sterk in de zomer, hè? Kijk even over je schouder. Kijk eens. Oh, strakke vis hoor. Hij doet het gewoon nog een keer. Netjes. Lekker gast. Gaaf hè? Super nice. Tu. Nou, dag hoor. Kom op! Nice. Heerlijk dit. Oké, Tim. Waar? Oké. Daar. Daar, tussenin. Zo ver mogelijk ingooien. Gewoon echt in die... Ja, gewoon zo. Ja, gewoon een beetje de volgende erin. Ja, kijk. En nou hoort het misschien. Nou jongens, daar gaat hij hè. Ja. Hoe dan? Oh nee, man. Jeetje, wat zijn ze sterk, hè? Dit is echt grappig. Oh, dit is echt mooi. Oh, de vis hoor nu. Mooie vis weer. Kijk eens die curve van die hengel, joh. Het is zo mooi. Wat is het? Zo'n fijne hengel. Legend Elite 7-6 Medium Light. Deze hengel is gemaakt voor dit. Zo perfect. Op de roze. Ook wel een lekkere strakke vis, hè? Hoe dan? Hopstikke. Heel lekker zeg. Mooie rivier snoekbaas, helemaal. Nou, jullie hebben het gezien jongens. Moet ik daar gooien? Ja, moet ik daar gooien. Nou, dan zal het nu wel. Bam! Hoppakee. Wauw. Even kort uitleggen jongens wat we precies aan het doen zijn, waarom we ook op deze plekken vissen. We zitten hier op de rivier, we hebben allemaal kribben. Achter die kribben ontstaan ook keerstroompjes, eigenlijk dode punten. Als dus water stil komt te staan. Dat zie je bijvoorbeeld hier naast ons ook. Ik zal er een beetje even op inzoomen, je ziet allemaal drijvende ja, plantenmateriaal, dat soort dingen leggen. Dus hier staat het water gewoon eigenlijk nagenoeg stil. Die snoekbaars liggen vaak op de randen van waar het water stroomt en waar het water stil staat. Hetzelfde op het plekje tussen die paaltjes waar we straks die vissen vingen. Ook een plekje waar het water eigenlijk stilstaat, waar een grensvlak is. En daar liggen die vissen. En dan proberen we elke keer daar met prikworpjes om te kijken of we daar vissen kunnen vangen. Ja, het werkt op zich wel. Hier nog niet. Ik denk dat het daar misschien nog een keer gelukt is. Een baars.
Een baarsje. Tadaa! Ah, mooi gast. En de? Ja, top. Heel leuk. Bye. Nice. Yo. Camera. Dit is goed, dit is mooie vis hoor, jeetje. Holy shit. Holy shit. Dit is een grote vis hoor. Jongens, Tim wordt nerveus. Ik word nerveus. Tim hebt een unit. Ja, dit is een grote vis hoor. Kijk dan. Zware vis, hè. Zo, dank je. En weer terug. En weer terug. Bleek die net 50 te zijn. Nee hoor, mooi is net 60. Oeh, mooi vis, ja. Hey, mooie vis. Oh, compleet opgefroten. Ook al, hij is weg hè. Kamer! Opmerkelijk detail, PB had net die hele stack met de crankbait uitgevist. Zonder actie. Nice! Dikke hoor. Lekker gast. Het gebeurt af en toe, deze vis echt letterlijk zit in de loodkop nog uit zijn slokdown komen. Kijk, kunnen we het zien? Kun je het al zien? Ja, dit, is gewoon, dit valt niet te onthaken. Die haak zit gewoon echt letterlijk naar binnen. Dus dit, deze vis gaan we even weidelijk van zijn leven ontdoen. Want dit is. Dit gaat helaas niet meer. Helaas. Nou, hoort erbij, jongens. Yo, een vis! Ja, graag wel, ja. In de stroming zijn ze. Ze lijken wel 10 keer zo groot in de stroming. Dat is wel. Tim heeft er weer één, hoor. Beste. Beste. Hoppa. Hoi, lekker gast. Hebben we er eentje. Allemaal mooie maatse visjes. Hoppa. Yo. Dikke tik, hè. Yo. Even de grote PB-show met deze clip. Beste. Ja, nee. Altijd alert zijn, jongens. Mooi hè, moet je nou eens kijken. Misschien een klein beetje meer over het materiaal vertellen. Ik vis op dit moment met een Savomura setje. De meeste van jullie zullen het misschien al gezien hebben. Bubblegum roze. Ik weet niet wat ze erin zien, maar vandaag willen ze het hebben. Ik heb een tungsten gewichtje. Tungsten jig head van een grammetje of 10. En ja, dat is het. Ik ben er een Legend Elite van St. Croix. Medium light. 7, 6 voet. Dus ongeveer 2 meter 30. Lange hengel. Ik kan het mooi allemaal controleren. En it's gone. Nou, misschien even een stukje extra uitleg. Hè. We zitten hier op een parkeerstroompje. Achter een kripvak. En ik trek hier binnen 5 minuten, 10 minuten 3 hele mooie vissen uit. En dat het merkwaardige was. Wij waren hiervoor op een ander kripvak aan het vissen. Toen stond er hier op deze krip een jongen te vissen. Tim wilde er eigenlijk aan voorbij gaan. Ik zei nee, ik wil het toch even proberen. Want wat je ziet. Wat ik nu kan doen en wat je vanaf de kant niet kan, is ik kan er met de stroom mee dat gat in laten zakken. En dat is net een andere presentatie. Je ziet, dat kan soms gewoon het verschil maken. Zo net naast dat, ik leg hem echt net langs die harde stroom, laat ik hem afzanken, want dan kan ik hem veel beter controleren. En je ziet dat ik lang moet wachten, dus ik ga hier echt gewoon het gat in. Ik vis echt van het taluut naar beneden. Heel gecontroleerd laat ik hem langs het taluut vallen. Ik tik hem maar heel klein beetje op. En zo vis ik hem naar me toe. Ik
Ah ja. Ja, ik wil zeggen, hij gaat zo fucking mooi naar beneden. Dat moest gewoon. Ik wilde het echt. Ik stond er. Hij moet nu komen. Hij gaat zo mooi. Hij ging zo. Bam! Lef. Nou, ik hoop dat jullie net zo van deze vlog genieten als wij van het vissen vandaag. Alles lukt gewoon. Alles lukt gewoon. Een paar uurtjes te gaan nog. Een paar krippjes te gaan nog. Dus, ja, ik vind het nu al heel vet ook. We gaan gewoon. Makkelijk hoor. Ja. Echt, allemaal van die onder als een prikkel of weet je, dan laat je gewoon een telutje. En de stroom is echt wel sterk. Dikke vis hoor, hé. Pop, domme. Ik bedoel, pop dan dikkie. Ja, breng hem maar naar binnen. Hem? Nee, ja. Hey, schepping, hek! Jezus! Oké, veel meer schepping. Hopsa! Yeah. Hij zit erin hoor. Ik denk dat dit mijn grootste van vandaag is. Denk je niet? Zei ik toch. We hebben weer hetzelfde dingetje als de vorige krimpak. Dus zeg maar het inhammetje waar ze echt allemaal vandaan kwamen. Dus we gaan. We gaan. Ja. Oh, los. We gaan film. Oh, gek. Nog een keer. Dank je. Daar leggen ze. En daar staat hij. Het moet een keer lekker op de camera, jongens. Let's go. Let's go. Oh, hij stond er aan. En daar. Oh! Die staat er lekker op. Dit is te gewoon gauw. Dit is een patroon, jongen. Duiken kan gewoon echt niet. Kijk, van een visje, jongens. Dit is toch gewoon. Maar die prikkel was onderhands boven en twee tikjes, drie tikjes tegen om een grote visje van. Hé, maar nou is mijn beurt. Ja, en dan ga ik afvonden. Dus ik geef jou nu die. Laat hem gewoon lopen. Te lopen. Laat hem gewoon lopen, te lopen. Let op, hè. Komt hij dan, hè. Boah! Dit is niet normaal. Wat een beuk! Boze vis hoor. Ja, ik heb geen woorden joh. Dit is zo lekker vis hier. Kijk dan. Het is gewoon weer een mooie dikke snoepbaars. Dat kan niet op. Pak hem! Kan ik dat zien? Waarom heb ik een T-boontje? Oh, lekker. Wat een dag, joh. Dat was een paar, hè? Oh nee, oh, dikke baars heen. Ja? Tjong. Kijk eens. Oeh. Oeh, dat is een dikke jongen, jezus. Kijk eens. Lekker! Yes, kijk dan! Dikke baas, gek! Gewoon daar echt. Daar! Weer tussen die paaltjes gepreuterd. Super sterke, dikke vis, hé. Wow, blij mee. Gaaf! Oké, Tim's beurt. Mijn beurt. Het is echt zo niet normaal. Holy shit, wat is dit joh? Oh, weer een dikke baas! Dit! Zijn die dingen sterk in de zomer joh? Wat de hel? Oh joh! Wat is dit voor een dag joh? Vet hè? Oh. Dit is toch echt vis op zijn best, jongens.
echt vis op zijn. Mooier wordt het niet. Zo luidjes, is het ineens avond. Ik weet niet wat er gebeurde, maar er ging ergens een knopje om. In de laatste paar uren hebben we eigenlijk geen actie meer gehad. Maar dat mag de pret niet drukken, want we hebben echt een hele toffe dag gehad. Met hele mooie vissen. En een prima start van het seizoen zo. Dus mocht je deze film nou leuk vinden, geef even een duimpje. En als je hier meer van wil zien, abonneer je dan. Dan krijg je elke keer zo'n handig seintje als wij weer nieuws gemaakt hebben. Dus dat was hem voor deze keer. Tot de volgende. Tik hem maar in.